Davy Defoe weder optreden na enige inactiviteit toch wel. Beetje vroeger dan verwacht misschien? Ja, misschien wel. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik vandaag al helft ging spelen. Maar heel blij dat ik die minuten kunnen maken heb. En het was ook weer een heel goed gevoel om bij de groep te zijn, zou ik zeggen. Terug die lijn kunnen afgaan vandaag, zo kennen we je wel, hè? Ja, dat probeer ik te doen. Dat is ook wel mijn spelstijl en wat agressiviteit erin brengen in de groep. En okay, ja, dat is gewoon een manier van voetbal. En ik ben blij dat het vandaag toch nog een punt opgeleverd heeft. Ben je tevreden met het resultaat van vandaag? Natuurlijk had ik liever gewonnen vandaag. Dan doe je zeker goede zaken naar die play-off 1 toe. Maar ik zeg dat we niet mogen klagen met een gelijkspel vandaag. Ik kom toch terug op achterstand. En tegen Lokeren weet je dat het altijd moeilijk is om terug te keren. En ik zou zeggen dat het toch nog deugd heeft om de 1-1 te behalen. Oui, un but important parce que ça nous permet de rester invaincu à domicile. Après, je pense que sur l'ensemble du match, on mérite quand même un peu mieux que ce match nul. On prend un but sur coup de pied arrêté. Bon, on était prévenu, mais bon, on va quand même se contenter de ce point. Un match physiquement dur? Ouais, physiquement parce que déjà on a joué mercredi dernier, donc on a eu moins de jours de repos. Quoique aussi on jouait la coupe, donc c'est équivalent, mais on avait quand même dans les pattes un peu moins de jus, mais je pense que sur la deuxième mi-temps on aurait pu quand même l'emporter. Wat ik me nog afvroeg, je begon de tweede helft met de aanvoerdersband, maar je moest die even later terug afgeven. Wat was het relaas van de scheidsrechter daarbij? Nee, ja, normaal is het altijd, ik denk dat er twee aanvoerders op het scheidsrechtblad moeten staan. Ik weet niet wie er tweede op stond, maar ik had aan de rust gezegd tegen Torg om niet te wisselen. Maar ja, hij wou het toch doen en dat is dan te volgen. Maar ik zei dat zijn geen belangrijke punten, zou ik zeggen. Een bon semaine pour vous, parce que le match contre Gand, un assist, et aujourd'hui un but. Oui, c'est une bonne semaine, voilà. Mon travail c'est d'être décisif, que ce soit en faisant des passes ou en marquant des buts. Pour l'instant, cette semaine, ça a bien marché, maintenant il faut que ça continue. Eén puntje vandaag, maar nu vooruitkijken naar woensdag. Belangrijke halve finale tegen Agent. We hebben een voordeel van één doelpunt. Hoe kijk je tegen die wedstrijd aan? Nou ja, ik denk dat woensdag toch al vroeg op het jaar misschien wel een van de belangrijkste wedstrijden van het jaarseizoen gaat worden. En, je kan de finale behalen, finale van de Beker van België. En dat is altijd heel bijzonder. En, ik hoop samen met de steun van de supporters dat het weer een vol huis gaat worden. En dat we er een heel mooie dag kunnen van maken. En we zullen de steun nodig hebben, want het zal nog een zware wedstrijd worden. J'espère qu'on va déjà se qualifier. Même avec un 0-0, on sait qu'on est qualifié. Donc il va pas falloir être trop gourmand. Mais l'objectif est clairement de se qualifier. On a fait un bon match aller. Donc au match retour, on se doit de passer cette étape. Expectez-vous un match difficile? Bien sûr, on s'attend à un match difficile parce que déjà la Gantoise va être obligée de marquer un but. Donc forcément, ça va être compliqué. C'est une belle équipe qui s'est pas mal renforcée durant ce mercato d'hiver. Maintenant, voilà, je pense que si on fait un match solide, bien en place comme on a fait au match aller, en comptant que sur nous, on devrait y arriver. We hebben een goede thuisreputatie en die willen we in de beker ook zo houden. En, ik heb al veel dingen gehoord dat ze aan het organiseren zijn, de supporters. Dus ik ben er zeker vast van overtuigd dat er woensdag een enorme sfeer zal zijn. Ooit al een bekerfinale gespeeld? Ja, ik heb het geluk gehad om één keer in Nederland de finale te spelen tegen Feyenoord. Het was op zich wel een thuiswedstrijd voor hun, want het was in de Kuip. Maar ik kan zeggen dat het een ongelooflijke ervaring was en is. En ik hoop dat ik die dit seizoen opnieuw mag meemaken. Eentje met SCV zou het palmarès mooi aandekken. Ja, ik zeg het. Maar we moeten eerst woensdag nog voetballen. En ik hoop dat we dan in de finale terechtkomen. Hopelijk is dat zo. Bedankt, Davy Defoe.